Dit is de presentatie, ik ben Wim Meijer en voor u staat iemand die overtuigd is dat onderzoek kan bijdragen aan onderwijsverbetering. We zien daar prachtige voorbeelden van langskomen, ook bij Richard Ed. Hoe kennis uit wetenschappelijk onderwijs het goed te doen, steeds beter te doen. Daar gaat Research Ed over. Over de relatie tussen onderzoek en onderwijs. En over de samenwerking tussen onderzoekers en leerkrachten. Van mij krijgt u vanavond geen stapel aanbevelingen mee of adviezen. Ik wil u graag meenemen om het te hebben over die samenwerking zelf in de praktijk. Mijn bijdrage gaat namelijk over een specifieke praktijksituatie. Een leerlingbespreking tussen een leerkracht en een begeleider. En het leuke is, daar kan je ook onderzoek naar doen. Wat gebeurt er eigenlijk als een leerkracht aan de tafel zit met een begeleider, een onderzoeker, om leerlingen te bespreken? Er zijn heel veel initiatieven om wetenschap en praktijk met elkaar in contact te brengen. Het viel mij op dat het maar zelden gaat over leerlingbesprekingen. Hoe komt dat? Is het echte onderwijs aan echte kinderen niet interessant? Is het lastig om te onderzoeken? Is het te vanzelfsprekend wat er gebeurt bij leerlingbesprekingen? Of gebeuren er misschien wel hele vreemde dingen die het daglicht niet verdragen kunnen of zoiets vreemd? In mijn ogen gebeuren er op zijn minst opvallende dingen. Maar ja, wie ben ik? We zullen het dus zien. Maar eerst even wat anders. Ik neem u even mee naar de 70er jaren. Mijn eerste ervaring als onderzoeker was destijds in een groot leesproject waar we met een groot aantal scholen bezig gingen om het klassikaal leesonderwijs te doorbreken. Nou, als u niet van mijn leeftijd bent, dan vraagt dat enige toelichting. Maar in het verleden was het zo dat alle leerlingen in een klas, toen nog klassen, uit hetzelfde boekje lazen wat ze allemaal voor zich hadden liggen en om de beurt een beurt kregen. En wij dachten dat daarmee de technisch lezen bevorderd werd. We waren ook wel doordrongen van het feit dat het anders kon. En wij gingen aan de slag met een grote groep scholen. Hoe zou dat anders kunnen? Wel, het lezen in kleinere groepjes kun je bijna nu niet meer voorstellen, was iets nieuws. Dat moest geïntroduceerd worden, daar moest men aan wennen. Je moest de groepjes ook samenstellen. Dat kon op dat moment, want in 1972 kwam de 1 minuut leestest. Loop, kan, tik, kijk, vuur, zo'n soort rijtje woorden. En wat later de DMT is geworden en wat uitgebreider en beter onderbouwd. Maar het was het eerste moment dat we leerkrachten eigenlijk konden aangeven van, kijk, met dit instrument kun je je groep indelen in subgroepjes. Aardig om even te vermelden, want je kan zo'n project wel willen, maar er is nog meer nodig. Want als je leerlingen in groepjes zet en je hebt geen boekjes voor die leerlingen, dan moet je ook iets organiseren. Wij organiseerden dus pakketjes boeken die op niveau waren. Later kwam daar een AVI-niveau ontwikkeling achteraan. En het was alles met elkaar een behoorlijke verandering, wat je bijna niet meer voor kan stellen, maar ik vertel het toch even. We deden onderzoek in datzelfde proces naar de implementatie van hoe werkt dat nu in de praktijk. Nou, ik kan u direct zeggen, de implementatie ging heel snel. Het was snel gelukt. En we deden onderzoek naar de effecten op het lezen van die leerlingen. En dat was interessant. Want omdat de scholen zo weinig gewend waren om met die toetsgegevens om te gaan, kregen wij die als projectleden in handen, want ze moesten bij ons immers de boekjes halen. Wij leenden de boekjes uit in de eerste rondes. Dus we spraken met de scholen af, we zullen dit project volgen, we kijken over een poosje wat het effect is en dan koppelen we dat weer terug. Nou, dus op zichzelf een niet heel ingewikkeld onderzoek om de leesscores van een jaar te vergelijken en te kijken of kinderen in die kleine groepjes profijt hadden van deze vorm van organisatie. We maakten regressieanalyse en we konden eigenlijk een beetje na een jaar aangeven waar zitten nou de plekken waar als een kind een lage score heeft, niet waar de kinderen niet meer profiteren van hun leesonderwijs en als ze al heel goed lezen eigenlijk ook niet meer profiteren. Dus het was interessant om aan te geven dat lang niet alle kinderen op dezelfde manier
profiteerden van deze nieuwe vorm van leesonderwijs. Dat levert nieuwe vragen op. En ik denk dat dat steeds vaker gebeurt. Je doet onderzoek, je begint iets, je probeert een verandering in gang te zetten. En dat levert weer nieuwe vragen op, waar je opnieuw naar kunt kijken, naar waar je opnieuw onderzoek naar kunt doen. De leerlingen die eigenlijk al heel goed lazen, ontstond de discussie, daarvan zouden we eigenlijk moeten zeggen, moeten die nog wel meedoen in die groepjes? Zouden we daar niet ander leesonderwijs voor moeten organiseren, waar ze verder mee komen? En de leerlingen die achterblijven, ja, daar moest je ook iets bijzonders mee. En het aardige was dat ik in diezelfde periode ook begeleider was van leerlingen die problemen hadden. En die leerlingen dus ook aantrof. De leerlingen waarvan we zeiden, daar moet iets extra's mee gebeuren. Wel, waarom vertel ik dit? Het geeft in een notendop aan wat mijn visie is op onderwijsverbetering en welke rol onderzoek daarin speelt. Ik denk dat onderzoek heel goed een bijdrage kan leveren aan verbetering, als dat onderzoek onderdeel is van een langer lopend proces. Het moet niet op zichzelf staan. En mijn idee over onderwijsverandering is dat leerlingen er altijd iets aan moeten hebben. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als je om je heen kijkt, dan is dat maar de vraag of dat zo is. Er zijn heel veel verbeteringen die besproken worden en waar mensen enthousiast over zijn, die niet terechtkomen bij de leerlingen. En als het wel over leerlingen gaat, dan is het niet vanzelfsprekend dat we het ook hebben over verbetering van onderwijs. En daarmee ben ik aan het thema wat ik wil bespreken, leerlingbesprekingen. De samenwerking tussen een leerkracht en een onderzoek die samen een leerling bespreken. Ik heb daar zelf hele essentiële beginervaringen mee opgedaan, die realiseer ik mij nu, jarenlang nog steeds een rol spelen. Waarom ik benieuwd ben naar wat er feitelijk gebeurt in die besprekingen. Wel, een klein voorbeeldje om dat te illustreren. Ik kwam een keer als begeleider van buiten in het project de school binnen en de afspraak was dat ik met een leerkracht een leerling zou bespreken. Wel, die leerkracht zei tegen mij, jij bent de psycholoog, jij doorziet die kinderen, ik vertel jou niets, daar zit het kind, kijk daar op de achterste rijtje. Je mag hem zo meenemen naar de onderzoekskamer en dan ben ik heel benieuwd straks in de pauze om te horen wat er aan de hand is met het kind. Ik werd als het ware in een rol gedwongen als wonderdokter die kinderen doorzag en die daar iets kon zien wat kennelijk leerkrachten niet zien. En ik vroeg mij af, wat verwachten leerkrachten eigenlijk van een begeleider? En wat kan ik betekenen voor een leerling? Nou, één ding was wel duidelijk, in ieder geval, dat zal iedere psycholoog, orthopedagoog, leerlingbegeleider op den duur moeten ervaren. Je kunt heel weinig betekenen voor een leerling. Je kunt alleen iets voor een leerling betekenen via de leerkracht en met de leerkracht. Samen zou je iets kunnen doen. En dat is de titel van mijn bijdrage geworden. Leerkrachten zijn geen therapeuten en begeleiders zijn geen wonderdokters. Ik werd vrij jong benoemd vanuit het project later in de universiteit, aan de universiteit in Groningen. En daar kreeg ik de gelegenheid om onderwijs te geven en onderzoek te doen naar dit soort problematiek. Ik maakte van leerlingbesprekingen een onderzoeksthema. Intussen spreek ik over 1976, geloof ik. Lang geleden. Hoe ging het toen? Wat was de traditionele gang van zaken? De traditionele gang van zaken en de rolopvatting tussen die leerkracht en die begeleider, die zag er ongeveer als volgt uit. De leerkracht meldt de leerling aan als die problemen signaleerde, als die vragen had, als die zich zorgen maakte, kon die de leerling aanmelden. Dan kwam de rol van de onderzoeker. De onderzoeker ging het kind onderzoeken. Er werd ook vaak gezegd, dit kind moet eens onderzocht worden. En vervolgens moest er uit dat onderzoek een advies geformuleerd worden en de begeleider gaf dat advies terug aan de leerkracht. Soms fungeert zo'n leerkracht als doorgeefluik. Als het gaat om problemen die buiten de school spelen, dan is dat een logische rol. Vaker
is de leerkracht zelf natuurlijk de direct betrokkene. Als je naar zo'n situatie kijkt, dan kun je vaststellen dat het eigenlijk een soort ad hoc aanpak is en de problemen die besproken worden, opgevat worden door beide partijen als een incidenteel probleem. Het onderzoek van een leerling is geen onderdeel van een langlopend proces en iedereen doet dat zo op zijn eigen, vanuit zijn eigen gezichtspunt, op zijn eigen manier en in zijn eigen jargon. Voor de onderzoeker is dat het klinische werk. Wel, als je daarover nadenkt, dan liggen daar best wat vragen en die worden maar moeilijk gesteld soms. Dat zijn delicate kwesties. Ik zou bijvoorbeeld een begeleider, als ik daar op een afstandje naar kijk, willen vragen van hoe weet je nu dat je een goed advies gegeven hebt? Een advies waar de leerkracht ook iets mee kan, wat zinvol is. Je stapt de deur uit, je hebt het advies gegeven en het is aan de leerkracht om daar iets mee te doen. En ik zou aan de leerkracht willen vragen van heb je nou een zinvol advies gekregen en is het ook haalbaar bij jou in de groep? En nog essentiëler, is er eigenlijk wel überhaupt iets veranderd na dat gesprek? Dat zijn vragen die wij maar met moeite durfden te stellen destijds, als ik me die situatie voor de geest haal. Ik denk dat die situatie niet meer bestaat. Hoe gaat het nu? Nu is de samenwerking veel intensiever. Veel minder ad hoc in ieder geval. Het is natuurlijk ook zo dat je om die samenwerking vorm te geven, je een instrument moet hebben, een tool, om dat te stroomlijnen. Dat gebeurt in de klinische setting ook, dat is in de tijd. Ik heb hier een plaatje bovenaan wat afkomstig is uit de psychiatrie, waarbij de psychiater met de patiënt en de omgeving, de partners bijvoorbeeld, aan tafel zitten om te bespreken wat er nou eigenlijk misgaat. Dan gebruikt hij een visueel instrument bij, wat aangeeft van hoe zit het in je evenwicht? Hoe ga je met emoties om? Wat zijn je denkpatronen? Hoe kijk je tegen jezelf aan? En wat doet dat met je gedrag? En hoe gaat de omgeving daarmee om? Wij kennen dat ook uit het onderwijs. Bijvoorbeeld bij handelingsgericht werken, wat de meeste mensen kennen. Zijn we begonnen met formulieren te gebruiken en eens in kaart te brengen. Wat zijn sterke kanten van de leerling? Wat zijn zwakke kanten? Waar kunnen we het compenseren? Waar liggen de behoeften? Wel, duidelijk is dat wij de onderzoeker niet meer zien als een wonderdokter. Maar de leerkracht, hoe wordt die in die situatie gezien? Is dat nog steeds iemand die eigenlijk het advies moet uitvoeren of niet? Of heeft die een andere rol? Ik heb heel veel onderzoek gedaan aan de hand van videobanden waarop videoopnames waarop leerkrachten en begeleiders samen aan het spreken zijn over wat er met een leerling aan de hand is en wat er gedaan zou kunnen worden. En het is wel merkwaardig dat je soms ziet dat er toch iets van een soort territoriumgevecht bijna plaatsvindt. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Als je als begeleider graag onderzoek wilt doen en advies wilt geven en graag wilt dat de leerkracht dat advies gaat uitvoeren, dan is het natuurlijk uiterst slim om de leerkracht naast je te zetten en te zeggen, we gaan het samen doen, jij bent de co-onderzoeker. Maar wie heeft dan de leiding eigenlijk in dat gesprek? Is dat de leerkracht? Is dat de begeleider? Is dat een samenwerking? Daar vallen vragen ook over te stellen. Best delicate kwesties opnieuw. Ik kan ook een andersom voorbeeld geven. Ik ken leerkrachten die tegen mij zeggen, ik heb die hele begeleider niet nodig, maar ik moet wel een besluit nemen. Het is belangrijk dat ik even weet wat de intelligentiequotient is van het kind. En ik vraag aan de begeleider, wil jij even een IQ'tje afgeven? En die begeleider zegt dan vervolgens tegen mij, ja, mijn baan is wel een beetje veranderd. Het lijkt nu wel of ik een testassistent van de leerkracht ben. Ja, dat kan ook de bedoeling niet zijn. We zijn op zoek naar een vorm van samenwerking. En dat is best nog lastiger dan op het eerste oog lijkt. Het zijn denk ik toch nog wat restantjes van de traditionele opvatting waar het dan om gaat. En dan komt passend onderwijs het onderwijs binnenrollen. Wel, dan is de bedoeling en de intentie
om niet aandacht alleen voor een enkele uitvaller te hebben, maar vooral voor leerlingen, voor alle leerlingen. En vooral dat leerkrachten leren omgaan met die diversiteit. Wat betekent dat voor leerkrachten? En wat betekent passend onderwijs voor die leerlingbesprekingen? Voor het onderzoek is het wel een geweldige stimulans geweest om daar verder over na te denken. En daar wil ik graag nog even iets over vertellen. Het onderzoek onder begeleiders. Een aantal jaren geleden heb ik nog onderzoek gedaan onder begeleiders die op de WIP zaten. Die zich afvroegen, ben ik er nu om onderzoek te doen van leerlingen of ben ik er om leerkrachten te ondersteunen? Hoe gaat een begeleider eigenlijk om met zo'n vraag van een leerkracht? Dat was het leidende thema van het onderzoek. Om daarachter te komen hoe verschillend dat gaat, is het heel lastig. Omdat je te maken krijgt met hele verschillende situaties, met verschillende vragen van leerkrachten, met verschillende leerlingen. Kortom, je moet een ingreep doen, methodisch. En in dit onderzoek hebben wij gekozen om een veel voorkomend probleem, wat iedereen kende, een kind met lees- en spellingproblemen in groep 4, zo uitvoerig mogelijk in kaart te brengen en dat om te werken tot een aantal casussen, parallelcasussen. Wij verzamelden alle mogelijke gegevens over die leerling, van de leerkracht, van ouders, van de leerling zelf, de prestaties, een compleet beeld. Maar we gaven alleen aan de begeleider een stukje informatie, namelijk dit is wat de leerkracht zegt, het kind blijft achter, we maken ons zorgen en we denken dat het goed is dat je een onderzoek gaat doen. En onze vraag was, hoe reageren die begeleiders erop? Wat voor onderzoek gaan ze doen? En welke informatie vinden ze belangrijk om te hebben? Dus wij vroegen de begeleiders iedere keer, is dit voldoende informatie om een besluit te nemen? En als een begeleider zei ja, dan wisten we dat die begeleider dus op basis van dat stukje informatie besloot om zelf te gaan kijken naar de leerling. Er waren ook begeleiders die veel meer informatie vroegen. Die informatie brachten we in kaart en we wisten dus achteraf van alle begeleiders hoe zij op die ene beginomschrijving van die casus reageerden. En daar zagen we gigantische verschillen. Naast het doorlopen van die casussen, wat heel intensief werk is, wat een paar uur duurt, namen we een groot aantal vragenlijsten af en die gingen over wat vind je belangrijke informatie in het algemeen, wat zou je van een leerkracht willen weten, hoe kijk je aan tegen, nou, een x aantal zaken die nu niet zo relevant zijn. Belangrijk is dat we eigenlijk onderscheid konden maken tussen twee groepen van begeleiders. En die zagen er, dat onderscheid zag er anders uit dan we verwacht hadden. Er waren wel een aantal verwachtingen, bijvoorbeeld dat in de groep begeleiders die bijvoorbeeld na hun VWO psychologie waren gaan studeren, die onderwijspsycholoog werden of orthopedagoog. Ook begeleiders waren die al heel veel onderwijservaring hadden, dat vak zich eigen maakten, ook langs welke route dan ook. En wij hadden de veronderstelling dat die laatste groep misschien wel eens wat makkelijker contact met de leerkracht zou leggen dan de eerste groep. De mensen werkten ook in verschillende instellingen. De aard van de instelling en het beleid van de instelling zou invloed kunnen hebben op de manier waarop zij aankeken tegen het gesprek met de leerkracht over de leerling. Waren ze geneigd om te zeggen, laat mij eerst onderzoek doen en dan kom ik met een advies? Of waren ze geneigd om met de leerkracht aan tafel te zitten en te kijken van, wat is nu eigenlijk aan de hand in deze situatie? Wel, er is dus een individugerichte zienswijze en een wat meer op onderwijsgerichte zienswijze te onderscheiden. En het bleek dat dat dwars door beide groepen heen ging. Kortom, het is een soort persoonlijke instelling, was onze conclusie destijds, van de begeleider. Hoe die tegen zijn vak aankijkt en hoe die dat vormgeeft. Nou, dat roept weer alle mogelijke nieuwe vragen op natuurlijk. En in ieder geval, de mensen die heel graag met die leerkracht aan tafel zouden willen zitten, die nemen die leerkracht in ieder geval heel serieus. Maar onder invloed van het denken van passend onderwijs en dergelijke, beseften we natuurlijk ook dat niet iedere begeleider echt doorheeft wat het vak van leerkracht precies inhoudt. En dat bracht ons op het spoor om eens na te denken van, ja, wat mag je nu eigenlijk van een leerkracht en een begeleider verwachten als ze samen een probleem bespreken rondom een leerling?
dat heeft geresulteerd in een hele simpele, korte omschrijving. En daar doe ik iedereen mee tekort. Maar toch, van wat leerkrachten als professionals kunnen doen. Laten we optimistisch beginnen. En laten we optimistisch blijven. Omgaan met verschillen is iets, en begeleiders moeten dat heel erg goed zich realiseren, wat inherent is aan onderwijs. Iedere leerkracht gaat uit van het feit dat die leerlingen niet allemaal hetzelfde zijn. Zo simpel is het. Maar dat is men zich niet altijd bewust, en zeker de buitenstaander niet. En iedere leerkracht loopt af en toe tegen een grens aan, bij een leerling of bij meer leerlingen. En op dat moment is dat een aanleiding om een leerling te bespreken. Dat betekent, ja, wat betekent dat? Dat betekent dat je als begeleider in ieder geval voor ogen moet houden dat je heel bewust moet zijn van de situatie van de beginvraag die bij jou op tafel komt liggen. En misschien is het ook wel wat raar om je zomaar te storten op die leerling. Dus die begeleiders die ik uit dat eerdere onderzoek tegenkwamen en die bewust probeerden goed contact te leggen met de leerkrachten, die zaten op het goede spoor. Die waren onderweg. En toch bleven ze vaak in een rol zitten waarbij ze zeiden, ik ga eerst de leerling bekijken en daarna hebben we het gesprek en dan gaan we verder kijken. Ze worden ook door de leerkrachten aangesproken op die rol. Dus het is een heel hardnekkig patroon, zou je bijna kunnen zeggen. Wij kwamen erachter dat als je de begeleider en de leerkracht goed samen wilt werken, dat de begeleider dan toch ook een overtuiging moet hebben dat hij die leerkracht als professional wil ondersteunen bij het passend maken van onderwijs. Leerkrachten zijn geen therapeuten. Wat betekent dat? De leerkracht benaderen als onderwijsprofessional. Het betekent in ieder geval dat je niet samen gelijk je moet focussen op de leerling los van de onderwijs-leersituatie. Je kan ook niet zeggen, ik ga die leerkracht van alles leren over alle mogelijke stoornissen, over alle mogelijke problemen. En daar moet hij zich mee kunnen redden. Ik denk dat iedere leerkracht af en toe tegen zijn grenzen aanloopt en dat je dus niet los van die onderwijs-leersituatie over dit soort problemen van kinderen moet praten. Wel, wat je dan moet doen, en het alternatief wat daar dan uitrolt, is dat je moet focussen op de actuele onderwijssituatie waar die leerkracht zelf een actor in is. En dat vraagt een wat andere methodiek. En dat was een geweldige uitdaging om in het onderzoeksprogramma daarmee aan de slag te gaan. Wel, ik laat iets zien over de manier waarop wij geprobeerd hebben om een antwoord te geven op die nieuwe situatie. Waar moet zo'n methodiek aan voldoen? Dat zijn drie punten die ik even voor vandaag wil aanstippen. Er valt heel veel over te zeggen. Ik loop ze straks even langs om ze toe te lichten. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat je methodisch moet werken, stapsgewijs. Dat is zo vanzelfsprekend, daar hoeft weinig over gezegd te worden. Maar daar valt wel het een en ander over te zeggen. Je moet een invulling geven waarbij beide professionals, de begeleider zowel als de leerkracht, een gelijkwaardige inbreng kunnen hebben. Dus niet meer proberen de ene voordeel te bieden boven het andere. De ene als assistent van de andere aan te schaffen. Maar het zijn twee volwaardige professionals die bij elkaar op tafel zitten, is het idee. Dan heb je een hulpmiddel nodig om te zorgen dat het daar ook bij blijft. Die drie punten probeer ik even met u door te nemen. Het eerste punt, methodisch werken. Dat betekent, in mijn beleving, dat je samen met elkaar een onderzoekstraject doorloopt. En daar is best vraag te stellen over hoe ziet dan de rolverdeling er precies uit. Maar laat ik eerst even dat stappenplan wat daaronder ligt met u doornemen. Er zijn vier stappen te onderscheiden. Je mag er ook substappen bij maken, maar laten we het eenvoudig houden. Stap 1 is de start van een gesprek, van een bespreking. En die start gaat over de vraag, waar zullen we het over hebben? Stap 2 is de vraag van, ja, daar is kennelijk aanleiding voor. Er moet dus iets veranderd worden in het onderwijs. Wij gaan kijken wat mogelijke onderwerpen zijn of wat mogelijke interventies zijn. Wat zou je kunnen veranderen? Zijn die mogelijkheden er? En laten we die eens verkennen.
En stap 3 is, als je keuzes gemaakt hebt, een veranderplan opstellen en dat heel concreet maken, dan uitvoeren en vervolgens daarop terugkomen. Dan zie je nog in het heel klein een loopje onderlangs weer terug naar het begin. De eerste vraag is dus, waar zal het gesprek over gaan? De inhoud daarvan is uiterst belangrijk. Het gaat hier om de vraag waar de leerkracht als professional moeite mee heeft. De tweede vraag is, wat zou er anders moeten? Het gaat om de vraag, wat kan de leerkracht in zijn dagelijkse onderwijssituatie, de dagelijkse onderwijsleersituatie, wat kan de leerkracht veranderen? Wat zijn de verandermogelijkheden in zijn situatie? Dan neem je een besluit en je beslist wat je gaat doen. Dat doe je samen, maar dan is de vraag, ja, dat kunnen we wel willen, maar zal het ook lukken? Is het haalbaar? En wat heb je dan nodig om het succesvol te doen? En daar kom je alleen maar achter door het uit te voeren en om dan weer met elkaar samen aan tafel te zitten en te zeggen, is het ook gelukt? En dat is dus heel iets anders dan de hele traditionele situatie waarbij de wonderdokter een recept geeft met eigenlijk onderliggende gedachtegang van, als je dat maar heel trouw uitvoert, als je die maatregelen zoals wij hebben opgesteld in een plannetje, een handelingsplan kan het genoemd worden, een advies precies volgens de regels uitvoert, gegarandeerd succes. Dat is een soort gedachtegang waarvan je kunt zeggen, die is te vergelijken met een algoritme. Als je dit ziet en dat ziet en je gaat dat doen, dan heeft dat succes. Dan is dat, mag je aannemen dat dat goed onderbouwd tot succes leidt. Ik denk dat dat heel moeilijk is om zo je onderwijs in te richten. Je weet van tevoren niet of het haalbaar is. Je weet van tevoren nooit of je de goede stappen genomen hebt. Dus je zult altijd moeten bijstellen en je moet het dus altijd weer over hebben. En dat bedoel ik met een langlopend proces. En je hebt wel een tool nodig om op het spoor te blijven, want wij zijn allemaal geneigd om ons samen te buigen over de leerling en dan ons te laten meeslepen over wat er allemaal rondom zo'n kind aan de hand is. En het is dus heel lastig om te blijven focussen op die onderwijs-leersituatie. Dus in plaats van een advies wat je, zal maar zeggen, algoritmisch uitvoert en denkt dat je daarmee succes hebt, komt daarvoor in de plaats een denkwijze waarbij je samen overleg voert, samen kijkt wat je kan doen en iedere keer beslissingen moet nemen. En daar kan je ook later op terugkomen, die kun je ook evalueren. Wel, dat doe je aan de hand van ook een hulpmiddel, maar dat is dan niet algoritmisch, maar dat is wat je een heuristiek kunt noemen. Het lijkt een ingewikkeld woord, maar eigenlijk is het heel simpel. Je probeert een aantal stappen te maken en binnen die stap te bepalen waar je naar op zoek bent. De zoekruimte wordt afgebakend en daarbinnen ga je samen concreet zoeken naar wat zou je kunnen doen. Wel, en ieder kan daar zijn inbreng in hebben. De eerste vraag was, welk onderwijsdoel is in het geding? Ik laat een simpel voorbeeld geven. Een leerling is heel druk en bewegelijk. Traditioneel is de eerste impuls om te denken, ja, dat is een ADHD'er, dat moeten we nog eens goed op een rijtje zetten. Klopt dat met alle kenmerken? Is dat? Dan focus je op de leerling. Wat is het onderwijsprobleem voor de leerkracht? Dat is misschien dat hij geen kans ziet om het kind eventjes een moment rustig bij de instructie te betrekken. Of even een moment mist waarbij hij eigenlijk graag zou willen dat de leerling zelfstandig aan het werk gaat na een groepsdiscussie. Instructie bijvoorbeeld. Wel, het doel van die leerkracht is dus om het kind iets te leren. Rekening houden met zijn misschien gedrag wat hij zich al heel lang heeft eigen gemaakt of wat kenmerkend voor hem is. Maar toch voor de leerkracht is een onderwijsdoel belangrijk om te onderscheiden van andere vragen die er zijn. Wat moet er thuis gebeuren? Wat zou je wensen? Wat is er nog meer aan de hand? Als leerkracht wil je graag dat kinderen iets leren. En of dat nou op leergebied, cognitief gebied is, of op gedragsgebied of emotioneel gebied, het gaat steeds om een doel dat kennelijk in het geding is. Samen probeer je dus in die heuristiek te zeggen, ja, wat wil je nou eigenlijk precies bereiken? En een leerkracht kan daar inbrengen wat hij waardevol vindt. Voor dit kind is het nu even belangrijk, heel concreet, dat hij na een instructie in de groep zelfstandig aan het werk gaat. Want gezien mijn situatie en gezien het gedrag van het kind, dat gaat nu niet goed en ik weet niet goed wat ik daaraan doen moet. Prima, dan gaan we dat bespreken.
Zijn er andere problemen, die parkeren we even en die kunnen later aan bod komen. Maar we focussen op waar die leerkracht, als professional tegenaan loopt. En de begeleider kan hem daarin helpen om dat, op dat pad te blijven. In de tweede stap gaat het vaak om de vraag, ja, hoe ziet dan de situatie eruit? Kennelijk is er nu iets in die onderwijs-leersituatie wat niet leidt tot dat gewenste gedrag of wat jij voor het kind belangrijk vindt. Laten we samen praten over wat er mogelijk is om te veranderen. Dus het structureert het gesprek. Je wilt iets bereiken met de leerling. En je kijkt nu wat je tot nu toe gedaan hebt. En of daar ook verandermogelijkheden in zitten. En een laatste stap is de zoekruimte met name van wat is haalbaar om te veranderen. Soms moet je als leerkracht misschien wel een cursus van 2 jaar volgen om iets te veranderen. Nou, dat lijkt me niet realistisch om dat op dat moment te doen. Dus je kan wel iedere keer afvragen van, heb ik daar ondersteuning bij nodig? Kan ik een beroep doen op de begeleider of op een andere specialist die mij helpt om dit rond te krijgen? Dat is in ieder geval iets waar je met elkaar ook weer opnieuw afspraken maakt. En misschien moet je dan wel genoegen nemen met een heel klein tussendoel. En niet gelijk alle problemen willen oplossen. Daar heb je dan in dat deel van het gesprek het over. Om nu al die verschillende gesprekken en al die mogelijkheden niet tot incidenten en concrete zaken per kind verschillend over te laten, heb je dus een tool nodig wat je helpt om niet alleen dat gesprek te stroomlijnen, maar ook om te bespreken hoe die onderwijs-leersituatie eruit ziet. En dit is een heel leuk, vaag, klein plaatje waarin u een aantal blokjes ziet die met pijltjes verbonden zijn. En één onderwerp staat bovenaan, schuin links, daar staat onderwijsdoel. Als je in de eerste stap van je gesprek hebt afgesproken waar je het over zult hebben, is de volgende vraag, wat doe je nu om dat onderwijsdoel te bereiken? En ik noem dat dan maar steeds, je richt een onderwijs-leersituatie in. En een onderwijs-leersituatie, daar kan ik heel lang over praten, maar dat zullen we nu even heel kort moeten doen. Een onderwijs-leersituatie bestaat uit een aantal elementen die je altijd tegenkomt, kan niet missen, en die handig zijn om heel algemeen te benoemen, omdat je vervolgens kan praten, hoe ziet het er dan concreet op dit moment bij jou uit? En die vragen kan je stellen, want een leerkracht is daarmee bezig. Alleen een leerkracht zit in die complexe situatie. Al die pijltjes die spelen, die moet je ook vooral zo laten, denk ik altijd. Een goede leerkracht heeft een stijl en een manier ontwikkeld waarbij de meeste kinderen de doelen die je graag binnen hun bereik wilt brengen, ook bereiken. Die kinderen waar het niet voor geldt, ja, daar wordt het interessant voor om eens te kijken hoe die situatie voor dat kind er nou precies uitziet. Nou, wat doen leerkrachten? Dat zijn de blauwe vlakjes. Ze bieden altijd een opdracht, een taak aan, een stukje leerstof, hoe je dat ook maar noemen wilt. Ze geven daar altijd aanwijzingen bij, instructie. Ik kan een hele theorie over opzetten, maar daar zit altijd een element in van toelichting, openlaten, heel nauwkeurig, heel gefaseerd of niet. En er zit een element in van, als de leerling wat gaat doen, feedback geven. En wat die leerling doet, die gaat al en niet aan de slag met dat wat de leerkracht suggereert in zijn onderwijs-leersituatie van dat gaan we doen. Die gaat dat op een bepaalde manier doen, passend bij de opdracht. En die raakt geëngageerd, die raakt betrokken bij wat die doet. Die elementen kunnen altijd een rol spelen. En daaromheen zitten heel veel factoren die vaak in het gesprek ongemerkt zich opdringen aan je. Een leerkracht die zegt, ja, maar ik heb een groep van 22, dat kan hier niet. Akkoord, maar de vraag is, wat zou je anders doen in deze onderwijs-leersituatie? Wat is wenselijk? Dan kunnen we straks eens praten over de vraag wat je daarvoor nodig hebt. En een leerkracht kan ook bij iedere leerling zeggen, ja, maar dit is een leerling waar thuis van alles aan de hand is. Dat is ook zo, dat moet je ook weten, dat neem je ook mee. Maar wil je de leerkracht helpen om zijn onderwijs passend te maken voor deze leerling, ja, dan zul je toch moeten focussen op de vraag, wat zou je dan in deze situatie kunnen doen? En het is zo prettig, als je dit modelletje hanteert en in je gedachten hebt, dat je in ieder gesprek wat een leerkracht met een begeleider heeft, je eigenlijk altijd terug kan komen op de vraag, en wat gaan we nu anders doen? Waar zou het kind mee geholpen zijn? Zou de opdracht er anders moeten uitzien? Zou je dezelfde opdracht misschien rustig kunnen laten, maar hele andere instructie geven? Of heel anders met je feedback omging? Waar heeft dat kind behoefte aan?
dat moet veranderd worden kennelijk in de onderwijsleersituatie. En dan ga je dat uitproberen. Goed, dit is in het heel kort wat er dan in zo'n gesprek tussen een leerkracht en een begeleider gebeurt. Aan de hand van deze hulpmiddelen. Stapsgewijze aanpak, een heuristiek die de zoekruimte bepaalt en steeds focust op de professie van de leerkracht en niet op hele andere dingen. En oog hebben voor de hele situatie, maar steeds toch focussen op die onderwijs-leersituatie. Nou, u zult denken van, werkt dat ook? Dat was de bedoeling natuurlijk om na te gaan. Daar hebben we eindeloos onderzoek naar gedaan. En dat zijn allemaal kleine resultaatjes en een wat grotere. En dat is het aardige van een heel lang lopend proces. Ik noem eerst een aantal voorbeelden ter illustratie van het onderzoek wat we naar die methode zelf gedaan hebben. We hebben heel veel effecten gemeten van trainingen, van begeleiders die leerkrachtgesprekken oefenden op deze manier. Aangaven wat moeilijk is, wat lastig is. We lieten ze zelf ratings invullen en we kregen zicht op wat zijn de lastige stappen. Stap 1 blijkt cruciaal te zijn. Als je in stap 1 een vaag probleem formuleert, en die behoefte hebben wij allemaal, als dat vaag is, dan blijft de rest van het hele proces ook een gok of dat tot een eind leidt. Dus kortom, je moet jezelf heel erg disciplineren om in die eerste stap te zeggen, waar gaan wij het precies over hebben? Heel veel begeleiders hebben de ervaring dat ze met leerkrachten problemen bespreken, tot een soort suggestie komen, we gaan iets veranderen, dan over een poosje weer bij de leerkracht aan tafel zitten en de leerkracht is vergeten waar we het over zouden hebben, want die heeft andere nieuwe problemen die een rol spelen en wil die graag bespreken. Daar leer je als begeleider niet zoveel van, of jij met goede adviezen bent gekomen, of ze haalbaar zijn of niet, of ze zinvol zijn. Daar leer je als leerkracht eigenlijk ook niet voor, want het blijft een ad hoc zoeken. Dus je zult heel goed moeten afwegen, wat wil ik precies weten? Waar loop ik tegenaan? Waarom vind ik dat belangrijk? En waarom heb ik belang bij dat we daaraan gaan werken? En dan wil ik ook leren of dat werkt. Een klein voorbeeldje van de keuze van een startvraag. Hoe open je zo'n gesprek? Anekdotisch. Wij inventariseerden op een gegeven moment wat begeleiders deden. En wij bespraken de openingsvragen. En wij koppelden dat later aan de opnames die van die gesprekken gemaakt waren. Dat varieerde van een hele strakke vraag tot een hele open vraag. Een open vraag omdat je graag de leerkracht ter wille wilt zijn, gerust wilt stellen. Die zit misschien tot zo in de problematiek en dan ga je niet gelijk hem aanspreken als professional. Ik vind dat jammer, want ik denk dat dat wel zou moeten en dat we daar ook gewoonte van zouden moeten maken. Dus een vraag als, nou, je hebt mij gevraagd om over Simone te praten. Ik zou zeggen, steek van wal. Een leerkracht steekt van wal. Je ziet hem na een kwartier praten niet meer terug zo ongeveer. En je moet maar zien dat je het weer op het onderwerp krijgt. Een vraag als, kun je mij kort en duidelijk vertellen waar jij met deze leerling tegenaan loopt? Is iets waarvan je zegt, nou doe ik een appel op die leerkracht. Jij loopt er tegenaan. Het is niet het probleem van het kind alleen. Het zit in de onderwijs-leersituatie waar je samen in zit. Waar loop jij tegenaan waar jij graag nu over praten wilt? Dat helpt al. Dus we weten, we leren nu mensen om zo'n strakke startvraag te stellen en we zien dan dat het werkt. Ik noem als volgende een anti-zwabber tool. Ik bedoel een tool waarbij je probeert om het gesprek niet alle kanten op te laten gaan. Waarom is dat belangrijk? Dat is een soort mindset, en daar gebruik ik dat modelletje van die onderwijs-leersituatie voor, waarbij je steeds zegt, als het gesprek alle kanten opgaat, ik weet dat ik terug moet komen naar die onderwijs-leersituatie. Jij geeft die taak, jij vraagt dit van de leerling. Is dat nou een geschikte taak of niet? Ja, maar we hebben een nieuwe methode en we zijn bezig geweest en het leek zo leuk om dat eens uit te proberen. Enzovoort. Is dit voor dit doel nu een belangrijke vraag? Dus het werkt om dat gesprek te stroomlijnen en ook te focussen. Het maken daar onderscheid tussen directe factoren, factoren die je als leerkracht kan manipuleren, zeg maar, in het goede zin van het woord, in de onderwijsleersituatie, en factoren die in de rand indirect een rol spelen. Dat onderscheid is voor heel veel begeleiders en leerkrachten in die gesprekssituatie een houvast.
oh, we hebben het nu weer over allerlei andere gegevens van de leerling. Er is misschien thuis van alles aan de hand. Het kind heeft misschien toch een last van een ziekte. Er is een, je kan zo gek niet bedenken wat er allemaal om het onderwijs heen speelt. Maar steeds zal je moeten vragen van, ja, dat is een indirecte factor. Maar hoe werkt die nou door op dat gedrag van het kind in deze situatie? En hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? We hebben ook gezocht naar waardering van leerkrachten. Leerkrachten vinden het over het algemeen een prettige manier van werken. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ze heel serieus worden genomen in het omgaan met het probleem. En in de tweede plaats omdat ze, hoe zal ik het zeggen, blij zijn dat ze in een gesprek, in een normaal gesprek met je zitten als met de begeleider. Het zijn niet de formulieren die je van tevoren moet invullen om een gesprek te krijgen. Het is gewoon het gesprek. En dat betekent dat je niet hele verslagen hoeft te maken, maar dat je alleen de afspraken en de beslissingen die je neemt heel goed vastlegt, want daar moet je op terugkomen. Dus daar valt een heleboel over meer te zeggen, wat ik nu even laat, want daar zal ik straks in zijn algemeenheid nog iets over zeggen. Dit is onderzoek naar de methodiek SEC. Er is ook onderzoek naar wat langere termijn effecten geweest en je hebt niet altijd de gelegenheid om zo'n onderzoek te doen. We hebben ooit de mogelijkheid gehad om wat langere termijn met een grote groep het heel systematisch te kunnen aanpakken op 18 scholen. En daar hebben we geprobeerd om de ingang van de interne begeleiders, basisscholen, de interne begeleiders op die basisscholen, om die een andere manier van werken, zoals ik die net beschreef, aan te leren, te ondersteunen. We gaven cursus en we ondersteunden ze met name door ze te coachen op de werkvloer. En het effect daarvan was dat de leerkrachten zich anders gingen gedragen. En dat was wat we graag wilden. Wij wilden graag dat de IB'ers bewust werden van het feit dat zij niet alleen de draaglast van de leerkrachten moesten verlichten, wat soms heel nuttig en nodig is, maar dat je op den duur graag zou willen dat je als begeleider, ook in deze rol als begeleider, de draagkracht van de leerkracht zou willen vergroten. Dus dan moet je systematisch focussen op de mogelijkheden die de leerkracht in de onderwijs-leersituatie heeft en kijken of je daar een ontwikkeling in kunt aanbrengen. En wij zagen dat die leerkrachten dat overnamen. En wij zagen ook dat de zorgstructuur aangepakt werd. En dat hebben we uitvoerig beschreven en daar kan ik dus heel kort over zijn. We weten ook van sommige samenwerkingsverbanden die de gedachtegang op verschillende manieren hebben uitgewerkt. En nu na 5, 6 jaar of 10 jaar zelfs, nu prachtige rapporten van de inspectie krijgen over dit onderwerp. Wel, samengevat. Iedere leerlingbespreking kan op deze manier, denk ik, helpen om het onderwijs passend te maken. Leerling wordt er beter van. Concreet, want het gaat over concrete situaties. De leerkracht wordt er beter van. En je moet dan zo'n bespreking opvatten als een soort mini-onderzoekslaboratorium waarbij je kijkt naar de professionalisering en de onderwijsverbetering. Ik noem dat consultatief werken. En dat betekent eigenlijk dat je vraagt of de leerkracht het initiatief neemt om met een begeleider aan tafel te gaan zitten. Die begeleider moet dan wel op deze manier samen met die leerkracht aan de slag gaan. Nou, daar valt in de ondertiteling nog even te wijzen op het feit dat er staat consultatieve begeleiding, maar professionalisering en onderwijsverbetering is daar zeg maar een kern van. Ik denk dat leerlingbespreking dan van een margeverschijnsel, wat het soms is, tot een soort vliegwiel kan worden, juist van de onderwijsverbetering. Dat hebben we uitgewerkt en aangegeven. Dat kan je lezen als je dat wilt. En dan zie je hoe je in een school langzamerhand die cultuur zou kunnen invoeren. Dat wou ik graag aan u kwijt. Ik dank u voor de gelegenheid die we gekregen hebben om hier even met elkaar over te spreken. Ik heb hopelijk laten zien wat een manier van onderzoek doen is die verbonden is aan onderwijsverbetering. Ik hoop dat dit verhaal misschien bij een aantal van u leidt tot een wat andere kijk op leerlingbesprekingen. En ik zou als hartekreet iedere leerkracht willen oproepen: vertrouw op je eigen professionaliteit als het gaat om leerlingen. Jij bent er dagelijks mee bezig. En als je tegen grenzen aanloopt, neem dan een initiatief om dat te gaan bespreken. Je dwingt dan ook, als het ware, de begeleider in een rol van niet
iemand die de zaak overneemt en voor jou eens gaat kijken wat er allemaal ingewikkeld aan de hand is. Nee, hij brengt zijn expertise in en samen weet je nooit precies of je het goed doet, maar daar kom je samen na verloop van tijd achter. En dat is onderwijs en onderzoek met elkaar verbinden in het kader van een verbetering die je hier en nu kunt nastreven. Dank u wel. Ik heb echt met vol interesse naar je lezing geluisterd. En ik denk inderdaad dat het gaat bijdragen aan zeer zinvolle leerlingenbesprekingen. Want leerkrachten zoeken soms ook even die erkenning. En jij spreekt over waardering. Ik denk dat leerkrachten ook erkenning. Ik ben schoolleider hier op deze school. En bij ons werden de begeleiders niet echt gezien als wonderdokters. Maar omdat we op weg zijn naar inclusie en veel kinderen hebben met speciale onderwijsbehoeften, maakten ze het vaak mee dat iedere begeleider met een eigen advies kwam. En dan al die adviezen uitvoeren. Ja, de ene stond soms ook nog haaks op het andere advies van de andere begeleider. En daar zit hem nog wel iets in. Wij als school zouden toch eigenlijk wel... We vinden het belangrijk dat een begeleider ook de context van de school kent. En dat kon ik niet zo goed terugvinden of terughoren. Neem je die wel mee in een goede leerlingbespreking? Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van wat ik dan een indirecte factor noem. De leerkracht zal dat zeker aan moeten geven. Van wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de beperkingen, wat zijn de afspraken die in de school gelden. En dat heb ik in het laatste stukje niet helemaal uitgewerkt nu. Maar ik denk dat als je een leerlingbespreking voert en de leerkracht brengt in wat zijn grootste, of haar grootste zorgen zijn, dat je in dat gesprek elementen vindt van, ja, kunnen wij dit soort leerlingen wel aan? Elementen vindt van, is dit buiten onze mogelijkheden? Hebben we daar heel andere faciliteiten voor nodig? Hebben we hier veel intensievere ondersteuning voor nodig of niet? Dus met andere woorden, je spreekt voortdurend over de grenzen. En hoe je daarmee omgaat, is heel contextgebonden. Dat zal voor iedere school anders zijn. Net iets anders zijn voor iedere populatie, voor iedere leerkracht ook. En ik denk dus ook dat de verschillen tussen leerkrachten veel beter aan bod kunnen komen als je daarop aansluit. Dus het zit in het model, maar er zit ook veel meer aan vast te knopen wat tot onderwijsbeleid van je school kan voeren. Als je voortdurend tegen soortgelijke problemen aanloopt, dan zal je die dilemma's gaan invullen. Gaan we dat apart aanpakken of proberen we dat onderdeel te laten worden van het curriculum? En wat betekent dat voor ons professionaliseringsbeleid? Dus er zitten twee elementen in. Dus de leerkracht als individu, die zal zich moeten professionaliseren. En dat gebeurt volgens mij heel vaak nu met algemene aanwijzingen, met algemene maatregelen, met leuke workshops, met inspirerende middelen, enzovoort, enzovoort. En als ik ga kijken wat dat oplevert, dan is het per persoon toeval. De een doet er veel mee, de ander niks. Daar kan je beleid van maken als je inventariseert, waar loop je nou echt tegenaan? Maar die professionele cultuur moet je ook ontwikkelen. Ja, dus het is een heel langzaam proces en het kost dus tijd. Ja, maar de stelling, een goede begeleider zou zich ook eigenlijk moeten verdiepen in het concept van de school. Hè? Vanzelfsprekend. Ja, ja, oké. En de leerkracht moet eigenlijk de leiding nemen. Dat zou ik zo graag willen. Oké. En in uw verhaal miste ik, maar misschien is dat wel een vervolgonderzoek. Heel actueel is ook echt educatief partnerschap. Ja. Hè, dat we bij een leerlingbespreking ook ouders een rol geven en... Dat miste ik nog in uw verhaal. Is dat misschien een... Nee, dat is een hele leuke opmerking, want die krijg ik bijna altijd. Oh. Moet je niet met ouders spreken? Moet je niet... De begeleider die zich richt op de ondersteuning van de leerkracht, heeft een hele andere vraag. Die heeft de vraag, waarom gaat die leerkracht niet met die ouders aan tafel zitten? Dus ik vind het een rare traditie eigenlijk, die je soms ziet in een praktische taakverdeling van... In de meest eenvoudige vorm die ik ken is de leerkrachten die gecompliceerde leerlingen in de groep hebben,
laten de bespreking van die leerling met de ouders over aan de intern begeleider bijvoorbeeld. Ik denk, nou, dat is wel handig. Heb je iemand die dat voor je doet? Maar leer je daar ook iets van? Nee. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, als leerkracht vind ik het een heel moeilijk gesprek. En er kunnen hele legitieme redenen voor zijn. Dan is de begeleidingsvraag, jij vindt dat lastig, jij vindt het moeilijk. Wat heb je nodig om dat beter te kunnen doen? En dan komt er een afspraak en die is steeds gekoppeld aan de situatie. Dus dat kan in het ene geval zijn, dit is zo complex, ik ga het doen, we bespreken het en we kijken verder. Het kan ook in een andere situatie zo zijn dat je zegt, wij bereiden dat voor. Jij doet het gesprek, ik zit erbij. Of ik zit er niet bij, we bespreken het na. En dat geeft steeds, ik geef maar voorbeeldjes van steeds de mogelijkheden die wij nu onvoldoende benutten om al die besprekingen rondom leerlingen te zien als een professionaliseringstraject. Want dat is het natuurlijk als het goed gaat. Het is niet een toevallig product, maar dat kan je ervan maken. Dat is mijn lange termijn visie. Daar moet je een knop voor omzetten en dan moet je ook heel goed kijken of we niet in tradities blijven steken. Want ik denk dat dat het geval is. Oké, dankjewel voor uw antwoord. Dat is nog stof tot nadenken. Over. Dat hoop ik. Het is een doorgaand proces. Je moet er heel oud van worden, want anders profiteer je er te weinig van. Dus ik blijf nog even bezig. Heel ouderwets is ook echt de observaties. Ja, ook een goede vraag. Ja, die. Wat vindt u daarvan in een goede begeleider? Ja, niet doen. Waarom niet? Dat bedoel ik om te triggeren, want ik denk dat het ook zo'n gewoonte is. De leerkracht die jong is en onlangs is afgestudeerd van de opleiding komt, die is gewend om videoopnames te maken, om te bespreken enzovoort. De leerkracht die wat ouder is, vindt het vervelend. En dan ontstaan er allerlei situaties en je gaat observeren in de klas. Dat kan een doel hebben als je gewoon een didactische verbetering of verandering wil doorvoeren. En je gaat het afspreken met elkaar. Dat is iets anders dan rondom een leerling. Ik denk dat rondom een leerling de eerste vraag is dat je de leerkracht vraagt als professional zo goed mogelijk beeld te geven. En dat je kan constateren in dat gesprek, eigenlijk weet je heel weinig van het kind, hè? Goh, wat doen we eraan? En dan is de vraag, ga jij kijken? Ga ik kijken? Bespreken we het weer opnieuw? En niet, je weet weinig, ik ga wel eens kijken en dan praat makkelijker. Weer samen over dat kind, maar dan praat ik niet meer over de leerkracht met die begeleider. Dus dat maakt het heel lastig. Ik word dus steeds kritischer op de gangbare taakverdelingen. En denk, daar valt meer uit te halen. Maar dat moet je wel heel erg afstemmen op de individuele leerkracht. Anders krijg je missers. En dat moet je wel afspreken in je organisatie. Dus dat is nooit zo perfect. Maar als denkrichting kan het je wel helpen, denk ik. Dan dank ik u voor het antwoord van de vraag. En we zouden er nog een hele avond over door. Ja, dat was mijn idee ook met dit onderwerp. Dat het een onderwerp is waar je heel veel concreet moet maken. En wat dat betreft zijn dit prachtige vragen. Want dat zijn de vragen die je echt dan tegenkomt. Ik ben blij dat ik ze opgeroepen heb. Nou, dankjewel.